Toen ik in uh, 2007 een jaar in Spanje woonde, toen woonde ik in uh, Sevilla. En um, ik was een jaar of 24. En ik werd daar. Nou ja, ik, ik kwam daar in mijn eentje en ik maakte daar allemaal nieuwe vrienden. Onder wie uh, een groep Italianen die daar met z'n allen waren komen wonen. En die Italianen die namen mij op als een van hen. Um, en ik weet nog één geval heel erg goed. Uh, dat was het, dat we waren uitgegaan, we waren naar een club geweest. En het was een uurtje op vijf, zes in de ochtend. En dat feest ging nog door. En zij gingen met z'n allen naar huis. En um, ze kwamen naar me toe om te zeggen: Ja, we gaan. Ik zei: Ja, het is goed. Ik zie jullie uh, later. Zoals je dat in Nederland zou doen als je uitgaat, dan is het meestal iedereen voor zich naar huis. Dus toen keken ze me aan, gingen de armen over elkaar nee. We gaan naar huis. Dus ik moest mee. Ehm. Um, dat zij zagen mij uh, ja, als onderdeel van die vriendengroep. En uiteindelijk werd die, werd die vriendschap werd ook steeds uh, intenser en, en, en warmer. En dat was voor mij eigenlijk een ontdekking. Want zo had ik vriendschap nooit echt ervaren. En dat werd wel tegelijkertijd ook de manier waarop ik mijn vriendschap... toen ik weer terug in Nederland was, ook wilde ervaren. Um, en vaak is het met vriendschappen zo... je, uh, je ziet wat je wil zien... Dus ik zag op een gegeven moment, zag ik mijn vriendschappen zo, als intens, als meeslepend, als groot, als voor altijd, voor eeuwig. Totdat ik op een keer um, dit vertelde um, aan mijn psychotherapeut, laat ik dat maar gehad hebben, daar had ik een gesprek mee. En hij zei van, ik geloof er geen reet van, die vriendschappen van jou, dat kan helemaal niet, die zijn veel te mooi. En inderdaad, het was alsof er een soort betovering werd verbroken. Ik kon een stap terugnemen. En ik kon de jaren later konde ik normaler en op een andere manier naar mijn vriendschappen kijken met afstand. En ik zag dat. Ja, wat eigenlijk iedereen een beetje zo ervaart, dat voor iedereen vriendschap op andere manieren ziet en andere manieren ervaart. Wat voor de een intens is, is voor de ander te weinig. Dat die soort van, die vormloosheid die en die, dat, dat, dat altijd maar veranderende aard van vriendschap, dat is de. Uh, basis geweest voor mijn roman Terug naar Verona, waarin ik dat wil gaan uh, onderzoeken. En een vier vrienden inderdaad bij elkaar zet. Um, en zoals Bart eigenlijk net perfect samenvatte wat ik ja, aan jullie wilde vertellen. Um, uh, zij worden, ze, ze zijn ergens allemaal halverwege de dertig en, en ze worden geconfronteerd met de aard en de grenzen van hun eigen vriendschappen. Uh, toen zij 28 waren, dachten ze ja, dit is voor eeuwig. Maar nu zijn ze 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar ouder en komen ze tot de conclusie dat uh, vriendschap niet voor eeuwig is, en soms, zoals Henk Westbroek, al zong, een illusie. Dankjewel.